Nadine die is, ik zal even update geven, Nadine die is op 99% world completion. En die zitten ze al 2 weken op deze keep te wachten. En daar zitten ze dus nu met 16 commanders. Zitten ze dus die muur te doorbreken. Dus met een beetje geluk. 16 commanders? Ja. Sinds wanneer is er aan 2 niet meer genoeg? Ja, ik zie echt overal zie je kleurtjes. 16 commanders. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is lichtblauw. Je moeder. Nee. Deze hier. Hey. Nee. Die was hij net toch ook niet? Nee, dat is waar. Het zit aan iemand vast. Staart. Het is lichtblauw! Het vaat. Wat? Het vaat. Van wie? Van die, waar is die nou? Hij zegt. Ciao! Ja! Is dat hem? Ja, het is de start van Giles. Yay! Hey. Ja, dat... Stefan, is jouw beurt. Wat? Ik zie wat jij niet ziet en het is... Het is zwart. Zwart. Je moeder. Yes. Je moeder. Oké, jongens. Overnieuw. Nee, Nick is nu. Nee. Dit is nee, je hebt verpest. Nee. Ik zie wat jij niet ziet, het is zwart. Mijn kleren. Jouw kleren. Nee. Die vent Swedish Pegadon kleren. Nee. Oh, de stippen van Eternity. Wat? Wat? Oké, niet dus. Het is toch niet iets op jouw toolbar dat wij niet kunnen zien? Nee. je kan het wel zien. Oké, je moeder. Nee. Jouw. deze rots hier. Nope. Dit is niet zo vet, toch? Ik vind hem meer de groen. Deze arrow hier. Die op die banner, ja. Ja. Is dat hem? Ja, dat is hem. Hey! Oh shit! Nou Nick, jouw beurt. Oké, ik zie wat jij niet ziet. En het is rood. Mijn kleren? Vuur. Het vuur. Stom spel dit. Welk vuur? Welk vuur? Ik zie hem. Nou, je mag kiezen deze. Oh, dat vuur. Deze of deze. Het is meer oranje, deze. Maar oké. Okay. Ja, er zit rood in, toch? Ik zie wat jullie niet zien. En het is je pet, Mini Plus Griffin. Ik wel. En het is blauw. Kunnen wij? Jouw rugzak. Nee. Ja. Jouw zwaard. Je zwaard. Nee. Jouw Forge. Nee. Historische crystal clears dingen. Nee. Party chat text. Astrida. Check. Dat tentje daar zo, over het licht. The sky. Ja. You missed the forge. Hey! Ik vind hem eerder grijs, vriend. In de vecht is hij blauw. Ik heb nu zeg maar iets of iemand in mijn hoofd en ik mag alleen maar met ja of nee antwoorden. Oh. Oké, vraag maar. Is het een jongen? Nee. Is het een object? Ja. Is het een koelkast? Nee. Kan het object bewegen? Nee. Is het fictief? Wat betekent dat? Of het in het spel zit of als het in real life is. Dus is het fictief? Ja, maar daar kan ik toch geen ja of nee op zeggen? Is het fictief daar? Ja, maar wel? Is fictief dan in het spel? Of? Ja, fictief is in het spel. Oké, nee. Staat het object stil? Ja. In je huiskamer? Of in je huis? Ja. In je slaapkamer. Ben jij het? Nee. Het is geen hokje. Is het gebruik je PC? Het gebruik je het vaak? Nee. Je muis? Nee. Nee, die gebruik je al vaak. De Deo? Nee. Deo. Ja, gebruik je. Fuck. Je scheerapparaat. Nee. Je kunt vragen waar het van gemaakt is en zo. Waar is het van gemaakt? Oh nee, is het gemaakt van plastic? Ja. De vuilnisbak? Nee. Ben jij het? Nee. Je borsten? Nee. Je gebruikt het niet vaak en het staat in je slaapkamer. Kijk je er vaak naar? Nee.
Is het kijkt er niet vaak naar. Nee. Je dildo. Waar heb ik dat voor nodig? Ik ben een jong. Lauwe. Nee. Nou, ja. Geen vooroordelen hoor, we vinden het allemaal prachtig. Ja. Oké, okay, een pen. Nee. Ah, jongen, een je flesje toch... water. Nee. Een glas. Nee, dat gebruik ik ook. Heeft het iets met games te maken? Kan, ja. Ja. Of is het een minifigure? Nee. Beeldje. Heb je het aan? Nee. Staat het op je bro? Nee. Staat het op je bro? Nee. Staat het op de grond? Nee. Hangt het... Is het onder je bed? Nee. Hangt het in de lucht? Nee. Waar, what the fuck man? Hangt staat het op de vensterbank? Nee. Staat het op mijn kastje? Ja. En je gebruikt het niet vaak? Nee. Nee, niet, niet vaak. Het is plastic. Is het je verstand? Nee. Is dat van plastic? Mijne zijn die stikjes, weet je wel, die SD-stikjes. Ik kan ook vragen hoe groot het is, hè? Oh ja, ik weet het al, je haarbandjes. Nee. Haarbandjes? Wat? Plastic. En het ligt op je nachtkastje. Ligt het op je nachtkastje? Ja, ja, jongens, het heeft met games te maken. Echt? Ja. Is het zo'n beeld? Nee, het is geen minifigure. Ik kan jullie toch zijn echt slecht hierin, hè? Nee, jij bent... Je bent... Dit spel is moeilijk. Het is een dobbelsteen, oké? Okay? Wat? Hoe moeten we dat raden dan? Vraag dan, is het vierkant? Is het groot? Hoe groot is het? Groter dan mijn hand of zo? Even wel. Oké, dat is wel een goed idee, hè. Nee. Wow, dat had misschien wel gekund, ja. Ja. Hey Robin, is het een dobbelsteen? Nee, een suikerklontje. Oké, okay, Stefan, jouw beurt. Oké. Oké, ja, ik heb wat in mijn hoofd. Oké, is het een mens? Nee. Zijn het je hersenen? Het zit in je hoofd. Nee. Is het een voorwerp? Ja, het zit wel in mijn hoofd nu, maar... Is het een voorwerp? Ja. Oké, okay, is het van plastic? Deels. Ja, dat is moeilijk te beantwoorden eigenlijk. Is het van hout? Nee. Is het van steen? Nee. Is het van... Is het van suiker? Nee. Is het van ijzer? Deels, ja. Is het groter dan je hand? Kijken. Nee. Staat het binnen hands bereik? Ik zou even kijken. Ja, het zit is dit. Het je muis? Nee. Kun je ermee bellen? Ja. Is het je mobiel? Ja. Oh, die had ik niet verwacht. Nick. Oké, okay, Nick, jouw beurt. Mijn beurt? Oké, okay, ik weet wat. Ik heb wat. Is het plastic? Is het deels. Oké. Is het je mobiel? Nee. Gebruik je het vaak? Ja. Is het groter dan je hand? Ja. Is het je dildo? Is het je toetsenbord? Nee. Je beeldscherm? Nee. Oké, okay, is het... Heeft het met de computer te maken? Nee. Is het een vierkant? Nee. Heeft het ronde vormen? Nee. Het is niet vierkant. Is het een rechthoek dan? Ja. Oké. Okay. Is het je muismat? Nee. Nee, het was niks met de computer te maken. Niks met de computer? Nee. Is het je mobiel? Nee. Je had wel drie keer gevraagd. Nee. Oh, okay. Is het je mobiel? Nee. Oké. Okay. Kun je er iets in stoppen? Ja. Oké, okay, is het je portemonnee? Nee. Okay. Is het een bakje? Nee. Heeft het iets te maken met pudding? Vla, hopjesvla. Heeft het iets te maken met hopjesvla? Oh, ja. Heeft het iets te maken met hopjesvla? Wel. Ja, maar het is het... Oh. Is het een pak hopjesvla? Nee. Oh. Is het een pak iets van bijvoorbeeld drinken? Nee. Is het een doosje? Ja. Doe je er eten in? Ja. Is het een doosje met Haagse hopjes? Een lunchbakje? Nee. Dus het is... Je kan er eten in stoppen, het heeft iets met die vla te maken en het heeft is... Doe je het in de koelkast? Doe je het in de koelkast? Ja, wat moet daar nou op zeggen, jongens? Ja of nee? Ja, dat is moeilijk. Volgende vraag. Doe je het in de diepvries? Moeilijk. Wat? Is het groot? Ja. Is het groot? Is de koelkast. Het is de koelkast.
Oh, vandaag. Oké, okay, nou, ciao. De koelkast. Ja, ik heb het al. Oké, is het een mens? Nee. Is het een dier? Nee. Is het een ding? Ja. Is het een ding? Is het real life? Ja. Staat het in je slaapkamer? Mm-hmm. Dat is een goeie. Is het groter dan je hand? Nee. Is het bijna je hand? Is het bijna even groot? Nee, het is kleiner dan je hand. Is het bijna even groot als je hand? Nee. Okay. Is het groter dan een dobbelsteen? Ja. Is het kleiner dan je pink? Dobbelstenen dat je hebt natuurlijk. Of je zo'n kunst dobbelsteen hebt, die zijn best groot. Is het kleiner dan je wat? Kleiner dan je pink. Nee. Pink? Nee. Okay. Groter dan je pink. Is het groter dan je duim? Ja. Is een pink... Wel? Oké. Okay. Pink en duim zijn ongeveer even groot. Nee, zit dit op je bureau? Dikker, ja. Is het je muis? Nee. Gebruik je het vaak? Wat is het vaak? Iedere dag? Nee. Okay. Om de dag? Nee. Eén keer per week? Nee. Eén keer per twee weken? Soms. Eén keer per maand dus? Dat sowieso wel, ja. Heb je het vroeger vaak gebruikt? Nee. En gebruik je het voor iets muzikaals? Nee. Shit. Goeie vraag. Gebruik je het voor het gamen? Nee. Heeft het iets met gamen te maken? Nee. Staat het voor de sier? Nee. Rustig, Robin, rustig. is het gemaakt van kunststof? Ja. Dat, nee. Ja. Plastic. Ja. Ja, vooral, dit, vooral kunststof is onder andere plastic, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Kan je er naar kijken? Of kijk je er vooral naar? Is dat de hoofdfunctie? Is voor de sier, nee. Dus. Nee? Is het een gebruiksvoorwerp? Ja. Nou, hij gebruikt het één keer in de twee weken. Ja, maar ja, als je... Ja, nou ja, het ligt eraan. Soms gebruik ik het een hele tijd niet. En soms heb ik het een paar keer nodig in een paar dagen. Nodig? Okay. Is het zakdoekjes voor als je verkouden bent? Hey, dat is een goeie. Het is niet van plastic. Nee, dat is... Is dat het zakje eromheen? Is het elektronisch? Ja. Is het draadloos? Ja. Zijn je afstandsbediening? Nee. Oh. Luidsprekers? Is het... Nee, dat was niet bij muzikaals, hè. Niks met game. Oh nee, dat is waar. Heeft het met licht te maken? Nee. Oh. Ik dacht, ik heb het, maar... Heeft het met geluid te maken? Nee. Heeft het met beeld te maken? Was dit een schermpje op, ja? Is het een tablet? Nee. Nee, het is een beeldschermpje op. Er zit een beeldschermpje op. Is het... was niks voor muziek, hè? Zo'n iPod-ding. Nee, dat is niet muziek. De heck, Je gebruikt het niet voor gamen, dus er geen spelletjes op. Is het een free praat, hoor. En hij gebruikt het maar soms maar één keer per maand. En er zit een schermpje op. En soms... Oh, wacht eens even. De verwarming, de thermostaat. Nee. Nee, is het voor zo'n thermometer? Nee. Shit. Is het touchscreen? Nee. Is het medisch? Nee. Is het je alarm? Nee. Is het... Heeft het met tijd te maken? Is het je wekker? Nee. Nee, nee, dat is alarm. Nee, dat is alarm. Alarm is wat anders dan een wekker. Is het een klok dan? Nee, het heeft niks met tijd te maken. Nee, is het is niet per se iets waar je naar kijkt, hè? Toch? Is het om de vochtheid in je kamer te bekijken? Nee. Heeft het een... Staan de cijfers op? Ja. En het was op je bureau? Ja. Oh, een digitale klok. Nee, dat was niks met tijd te maken. Een scorebord. Nee. Voor darten. Geef je niet. Ik weet zeker dat jullie het hebben het allemaal ook. En Robin heeft het vandaag misschien zelf nog wel gebruikt. Nou, Robin, gooi het eruit, jongen. What the fuck? Wat? Ik word nu bang. Wat heb jij gebruikt vandaag? Oké, ik werd wakker. Even te maken met iets schoonmaken? Nee. Ik werd wakker. Ik stond op. Ik ging douchen. Ik ging douchen. Ik droogde me af met de handdoek. Zo.
ik ging naar de kast en ik haal... Is een metertje hoe droog dat je bent? Oh, wacht, is het een horloge? Nee, het is niet met tijd, hè. Maar waarom heeft iedereen het dan? En iedereen die heeft het op zijn slaapkamer of op zijn... Nee, nee, niet iedereen heeft het op zijn slaapkamer, maar ik heb het nu op mijn bureau liggen. De andere mensen hebben het in de douchekamer. Hij heeft het nu op zijn bureau liggen, hij gebruikt het haast nooit en soms meer. Het heeft niet met game, tijd, muziek, eten, medisch, iets te maken. Wat het veel in de keuken gebruikt? Nee. In de badkamer? Nee. Ben je blij als je het gebruikt? Ja en nee. Ja en nee. Is het een stemapparaat? Nee. Nee, het is niet niks muzikaals. Is het echt iets wat ik ook gebruik, Joel? Zeker weten. Echt waar? Ja. Is de mobiel? Gebruik ik het vaker of minder vaak dan jou, denk je? Vaker. Veel vaker. Vaker dan jou. Ja. Een rekenmachine? Nee. Nee, is dat... Oh, die was zo close. Schreeuw je nu dat jij heel dom bent en ik heel slim? Want dan krijg je ook een paar punten. Heeft het met de bank te maken? Ja. Oh, dat ding! Ja. Ah. Maar dat ding lang niet iedereen. Ik heb hem van de ASN, hè, maar... Ik heb het niet, hoor. Want ik heb dat ook niet. Ik heb gewoon een ING-ding. Dat heeft dat niet, nee. Nee, maar gewoon zo'n bankdingetje. Dat heb ik niet. Ja, ja. Hij is bijna mijn hand groter dan mijn duim. Hij is ongeveer zo groot als mijn handpalm. Voor mij is kleiner als mijn duim. Wie is er nog niet geweest? Nadine. Nadine. Jij bent Nadine. Nadine, jij bent. Wat? Hij blijft ijzig stil. Is het ijs? Oké, ik heb wat voor Nadine in dit hoofd. Okay. Is het een mens? Nee. Is het een dier? Nee. Is het een ding? Ja. Is het een voorwerp? Ja. Is het fictief? Nee. Oké. Is het in jouw huis? Ja. Is het in jouw kamer waar je nu in zit? Dan moet ik even vragen, ogenblik. Nee, op dit moment niet. Dat was een snelle vraag, holy shit. Hebben we het al geraden? Eigenlijk in de vorige dingen? Nee. Oké. Okay. Men gaat het niet raden ook, dat weet ik zeker, bijna. Oh. Nou. Is het voor vrouwen? Misschien ga je het toch raden, ja. Is het een tampon? Ja, je hebt het geraden, dat is het. Niet waar. Ja joh, een tampon. Echt? Oké, nu is Robin. Daarom is het, kijk, als ze ongesteld is, dan is het in deze kamer, snap je? Of zo, ben je ongesteld? Nee, oké. Daarom was die vraag zo snel. Zo snel klaar, joh. Ja. Wat? Oké, Robin, nou jij weer. Oké. Ja. Is het groter als een dobbelsteen? Ja. Is het kleiner dan een muis? Nee. Is het groter dan een auto? Een Fiatje of zo. Nee. Een Fiatje, een kleine auto. Heeft Heeft het te maken met inch? Nee. Is het kleiner dan een computerscherm? Nee. Hoezo? Ik heb een 50 inch computerscherm. Wat is dat nou voor vraag? Ja, sorry. Is het een prullenbak? Wat? Ja, het is een prullenbak, vraagt jou. Is het een prullenbak? Nee. Doe je het is spullen het in? Iets? Oh ja. Doe je de spullen in? Nee. Is het 1 meter breed? Nee. Hoe kun je het ook 1 meter breed? Is het een gebruiksvoorwerp? Nee. Is het een kijksvoorwerp? Nee. Je kijkt niet na en je gebruikt het niet. Nee. Heb je het dagelijks in je handen? Nee. Oké, dat is misschien een hele rare vraag. Oké, je kijkt niet na en je gebruikt het niet. Mm-hmm. Hoor je het? Als je erbij in de buurt bent. Het is een stekker. Nee. Maar waarom gebruik je het niet dan? What the fuck, wat gebruik je nou niet? Maar is het in jouw... Hey! Hallo. Staat het of is het nu in de kamer waar jij ook bent? Nee. Is het in een andere kamer, in je huis? Nee. Is het op je werk? Nee. Is het buiten?
bedoel je buiten? Vind je het in het bos? Nee. Vind je het in de stad? Ligt eraan welke stad, ja. Rotterdam? Nee. Utrecht? Nee. Pasen? Nee. Uden? Nee. Vind je het in het noorden van Nederland? Nee. Vind je het in jouw stad? Nee. Zuiden van Nederland? Nee. Midden van Nederland? Nee. Gebruik je het in Amerika? Nee. Gebruik je het in Europa? Je gebruikt het niet. Is het te vinden in Europa? Ja. Is het te vinden in Nederland? Nee. Is het de Eiffeltoren? Nee. Is het in België? Nee. Het was kleiner als een Fiat, toch? Ja. Oh ja, de Eiffeltoren. Als je er dichtbij staat, hoor je het. Ja, maar dat is met alles. Oh, wacht, jongens. Ja, sommige dingen maken geen geluid. Dat is waar. Kijk waar je zit, hoor. Ja, daar moet je naar boven toe. Okay. Daar zo. En dan moet je daar naar daar springen. Maar al die rode cirkels, daar ga je dood, hè? Oké. Okay. Nadine is echt heel dichtbij nu. Mooi. Ze zijn bijna out of options. Wat zei je? Je kan het, Nadine. Dat zei ik. Is het in één specifiek land in Europa? Ja. Wat? Is het in Rusland? Nee. Ja, Rusland is toch in Europa? Wel, Rusland is ook Europa. Wel, nee, maar joh, doe die zo. Wel, Rusland is ook. Is het in Luxemburg? Nee. Is het de Postmobiel? Oh, Dien, wat doe je nou? Nee. Is het in Italië? Nee. Is Shift? In Spanje? XF2? Nee. Rennen, want je wordt aangevallen. Nee. Door, Dordtje, Shift. Engeland? Ja. Shift. Wat shift. Is een vrij bekend voorwerp in Engeland? Nee. Wat? Boven toe? Nee. Daar boven. Oh, wat is ik? Oh. Daar rechts om. Is het de koop? Nee. Is het een bekend voorwerp? Nee. Het is geen voorwerp. Het was een voorwerp, toch? Nee. Het wordt niet gekocht, dus het is er gewoon. Ja. Groeit het? Nou niet meer, denk ik. Misschien wel, maar... Hmm. Ligt er net aan wat deel. Wat de hel heeft iemand over? Groeit het uit zichzelf, of moet je er wat aan doen? Groeit het uit zichzelf? Ja. Is het iets, heeft het met bomen en planten te maken? Jongens, het is een mens, oké? Het is iemand in Engeland, oké? Okay? Maar je zei een voorwerp aan het begin. Nee, ik zeg de hele tijd. Jullie hebben niet eens gezegd, is het een voorwerp, is het een mens of is het een dier? Het is gelijk, is het een voorwerp, jullie dachten gelijk... Is het een filmster? Ja. Een Engelsman. Ja. Hé, hey. Nou, jullie komen er, hoor. Oké, nou ga ik weer. Is het een actiefilm? Ja. Oké, jongens, dan weet ik het ook niet. Hans Schwarzenegger. Nee, oké. Hans Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Die zit in Amerika, hè? Is het een van jouw favoriete filmsterren? Ja. Is het een van jouw favoriete films? Bed and Break. Niet echt favoriet, maar wel leuk. Speelt hij in een film? Ja. Speelt hij in een serie? Ja. Speelt hij in Game of Thrones? Nee. Speelt hij in Breaking Bad? Nee. Heb ik het gezien? Vast wel. Heb ik de serie gezien? Vast wel. Is het bekend op tv? Is het Sherlock Holmes? Nee. Is het een hobbit? Nee. Is het een hobbit? Is het de tovenaar? Nee. Speelt hij in fantasy? Niet dat ik weet, volgens mij niet. Zie je een comic hero film? Wat? Een comic film, doe je het wel Superman-achtig iets? Nee. Kan is, grap, is het een grappenmaker? Ja. Een cabaretier? Nee. Heb ik het met jou samen gezien? Nee. Is hij boven de 50? Ja, volgens mij wel. Zou ik de naam ook kunnen opnoemen zo? Ja. Is het Ronnie Barker? Die ken ik niet. Nee, ik ook niet. Is het Christopher Lee? Ken ik ook niet. Ken ik ook niet. Michael Gambon? Ken
ik ook niet. En weet je zeker dat ik de naam kan zeggen? In ieder geval de wat hij speelt. Wat hij speelt? Speelt hij in een film van het afgelopen jaar? Die film waar jij het over hebt de hele tijd. Welke film? Welke film heb ik het de hele tijd over dan? Weet ik ook niet. Denk je dat ik hem kan noemen? Ja, jij bent slim toch? Nee, ik ben niet zo bekend in de... Ik kijk alleen maar romcoms. Wat zijn de romcoms? Romantische kom. Is het Ian McKellen? Nee. Is het Peter Vaughan? Nee. Is hij ook wel eens in Nederland geweest? Dat weet ik niet. Oké. Is zij moeilijk te raden? Nee, eigenlijk niet. Oh, hij is blijkbaar wel. Hij is Brits. Wat? Is hij Brits? Ja. Oké. Okay. Anthony Hopkins? Nee. Is het Jeremy Irons? Nee. Speelt hij... Is Daniel Craig? Speelt hij nee. In een film met dat hij zelf een geweer vasthoudt? Ja. Is de koelkast? Nee. Duke Brand. Oh, nee. Oh, ik ben er weer. Ik stond op mute. James Bond? Het is een Brits acteur. Nee. Oh, ik zit in de buurt, denk ik. Close. Hebben jullie het nog steeds niet geraden? Nee. Maar het is een persoon dus. Maar ik zei net, die Britse acteur. Of die... George Clooney. Nee. Maar hij speelt niet James Bond zelf. Nee. Oké. Wel in de film van James Bond. Nee. Oh, speelt hij... Leeft hij shit, nog? Shit, nee. Ja. Het is Orlando Bloom. Nee. Van, Mission Impossible. Nee. Dat is Amerika. Oh, sorry. James Bond... Is die Engels? Brits? James Bond is Brits, ja. Oh. Weet ik dat ook meteen weer. Do be careful, Mr. Bond. Dat klinkt toch gewoon Engels, Steven? Come on. Yeah, that's right. I'm Bond. James Bond. Maar het is een acteur. Ja. Een man. Van ongeveer rond de 50. En hij speelt in James Bond, maar niet nee. James Bond. Nee, hij speelt niet in James Bond, maar wel in tegelijke films. So. Is het Bruce Willis? Nee. Is het Bruce Lee? Nee. Is Robert De Niro? Nee. Is Lee Sin? Begin met een R, oké? Okay? De voornaam of de achternaam? Voornaam. Russell Crowe? Nee. Roy? Nee. Waar begint de voornaam mee? R. Met een R? Yes. Geen Chuck Norris, jammer. Chuck Norris. Nee. Is het Robert Knepper? Nee. Begint het met Ronald? Nee. Begint de twee letter met een A? Nee. Het is wel moeilijk hoor. Wat de fuck is er nou 50 en hij begint met een R en hij is Brits? En speelt een James Bond-achtige film. Roger Allen. Nee. Dit is een comic, Is de tweede letter een O? Ja. Is Roger Bobby. Eén tegelijk graag. Is de derde letter een B? Nee. Is de derde letter een... N. G. Moet ik het even opzoeken, jongens? Nee. Ik moet het even opzoeken, wacht even. Kom op, Google laat niet. Oh nee, hier. Is het Robert Shaw? Nee. Is het met een R en met een O? Ja. R-O. Je maakt het wel makkelijk voor ons inderdaad hoor, maar het is blijkbaar heel moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Het is blijkbaar heel moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. En hij is wereldberoemd. Is het daar wel letter een... Ja. Wat? Is het daar wel letter een B? Nee. Een R? Ik heb drie keer gevraagd. Wat? G. Nee. G. C. Oh! Wat? Van Pink Panther. Nee. Een K. Nee. Een A. Nee. Een B. Nee. Een C. Een D. Een D. Een W, oké? Okay? R-O-W. Rowan Atkinson. Ja. Oh, die had ik net, maar ik dacht een W en een D niet. Oh, dat is Mr. Bean. Oh, ja. Ja, weet ik voor dat hij Rowan Atkinson heet.
Oh, jij heeft inderdaad in zo'n soort filmen. Maar ja. Jongens, ik heb goed nieuws. We kunnen met dit stomme spel stoppen. Nee, ik vind het best leuk. Ik vind het ook leuk, maar Nadine die is inmiddels klaar. Is 100%? Is dat gelukt? Nou, ze moet nu nog één Vista en een andere POE in een andere keep, maar ze heeft nu de garrison, zeg maar, van die Borderlands, die moest ze hebben. Dus het is gelukt? Het is gelukt, ja. Twee Vista's en de... Gefeliciteerd! Hebben we nog zo'n party pooper ding? Heeft iemand nog zo'n party kanon? Ja, oh, waar is mijn mobiel? Waar is mobiel? Waar is komt Nadine ook naar Lion's Arch? Ze is in Lion's Arch, zie toch? Bij de Mystic Toy. Oh, ja, ja, zie je dat. Oké. Okay, is in Lion's Arch. Kijk, alsjeblieft. Het is je gelukt. Gefeliciteerd. Goed, meneer. Oh, wauw. Ik heb ook nog maar 4 plekjes. Zo. Oh, nee. Het zijn er 40, sorry. Dat klonk echt alsof je gewoon een beetje wel kloot, hè. Echt, nou, ik heb er ook nog niet. Oh nee, ik heb er 40.